Hola, ik ben Jels. Ik ben Miziev van Young Internet. Ik ben Thijs. Ik ben Rob. Hoi, wij zijn Tessa en Alex en we zijn hier vandaag met Martini voor Martini Time. Om erachter te komen hoe goed onze vriendschap is. Of niet. Martini Time? Yes, sir. Cheers. Cheers. Gaan we beginnen? Goed, dus doe eens. Ja, zullen we gelijk beginnen? Wanneer zijn jullie voor het eerst samen naar een feestje geweest? Ah, het is wel leuk. En het oprecht denk ik echt een heel leuk verhaal. Ik denk dat wij een van de leukste verhalen hebben voor vrienden die elkaar ontmoeten. Ja, want... maar nee, want we weten het alleen niet meer. Wauw. Volgens mij ben ik jou tegengekomen op een feestje. Dus dat was gelijk ons eerste feestje. Dat was gelijk een raak, ja. Dat was in de bloemenbar met Rocky, volgens mij. In de bloemenbar met Rocky achterin in de oude bloemenbar. Ja, in het rookhokje daarboven. Ik denk 5 jaar geleden of zo. En voor het laatst 4 dagen geleden. En vanavond weer. We hadden het wel goed vol met elkaar, hè? Ja. Gelukkig. Piero. Hey, Piero. Ja. Het was Melt Festival in Duitsland in 2014. En wij waren allebei met onze eigen vriendengroepen. En daar hebben we elkaar leren kennen, maar we weten niet meer hoe en wat. Ja. Oké. Okay. Maar we weten wel dat we daar weggingen met een vriendschap rijker. En sindsdien kom ik gewoon niet meer van je af. Ja, ja. Sorry, man. zo gaat het leven. Dat hoor ik wel vaker. Ik ben net een stickertje. Kijk, hoor. Oh, dit wordt een leuke. Beste Rob, lieve ben je Thijs. Ooit niet eerlijk tegen mij geweest? Zo ja, waarover? Ja, één keer. We hadden een boeking ooit en we zaten in de auto terug. En jij was half in slaap gevallen. En jij vroeg mij van, ja, zijn we er al bijna? En toen zei ik van, nee, we zijn er nog lang niet. Want we hadden wel lang al Daan afgezet en we waren bijna in zijn huis. En jij bent steeds om de 5 minuten wakker. Ik zei, nee, ga maar weer liggen, we zijn er zo meteen. Misschien had er ooit een moment geweest waarop ik heb gezegd, van, ik ben onderweg, dat ik niet onderweg ben. Oh. Dat ik zei misschien een keer dat ik geen plek meer had op een gastenlijst terwijl ik het wel had. Ja. Dat doet wel pijn om het zo... Het is wel direct te horen. Dat is misschien het enige moment. Maar daarna zou ik echt nooit de verlucht in. Ja, echt. Dat was zo. Ja, man. Ik had veel dingen verwacht, maar dit... Sorry. Ben jij bij? Lig jij wel tegen mij? Nooit. Ja, Martini Time, hè? Martini Time. Maar oké. We gaan verder, alsjeblieft. Ja. Voordat het te veel wordt. Als ik een fictief figuur zou zijn, op welk figuur vind je mij dan lijken? Sid van Ice Age. Ik vergelijk mezelf dus wel altijd met Sid van luister, dat is iets wat ze altijd zelf zegt. Ik vind het niet echt op Sid van Ice Age lijken. Je kwam al voor dag zelf het antwoord. Just saying, just saying. Ze zegt het altijd. Ik zat aan een tekenfilm te denken. Lucky Luke. Sneller dan zijn eigen schaduw. Hoezo? Ja, gewoon, ik vind je gewoon op Lucky Luke lijken. Echt? Ik dacht Goofy of zo. Nee! Je had zoveel kunnen zeggen, hoor. Jon Snow, weet ik veel. Gewoon zo van, het is je toch echt Lucky Luke. Maar hallo, even serieus. Vinden jullie niet dat ze op Lady Gaga lijkt? Misschien geef ik het niet meer. Uit. Kijk, volgens mij is Lady Gaga niet echt Lady Gaga. Aha. Oh, deze is leuk. Zou je liever 2 keer zo slim zijn of liever 2 keer zo mooi? Nou, mooier dan ons, dat kan niet. Dus dat is sowieso onmogelijk. You're beautiful, it's true. Ik zou zeggen slim. Nee, ik vind mezelf vrij intelligent, maar gezien mijn schoolprestaties ga ik toch voor inderdaad slim. Inderdaad. De knapheid zit wel oké. Okay. Okay. 2 keer zo slim. You're already so pretty. You look so pretty. Gewoon, ik weet dat je daar veel meer aan hebt dan... Brains, honey. Yeah. It's all about the brains. Ik zou sowieso 2 keer zo slim zijn. Ik denk gewoon kiezen dat ik 2 keer zo rijk ben als wat ik nu ben. Dat zou echt veel chiller zijn gewoon. Veel chiller. Ja, ik kies voor 2 keer zo rijk. En jij? Ik zou ook liever 2 keer slim zijn, want dan kan je heel veel geld verdienen en dan mocht je dan toch niet vrezen met je uiterlijk. Nee, kan je er alsnog iets aan doen? Nee, zeg nee tegen lipfillers. Weet ik veel. Oké, okay, volgende vraag. Martini time. Martini time. Hoe hebben wij elkaar ontmoet? Ik denk via draaien. Jij moest draaien en ik was daarbij. Onbekend. Ja, dat weten we dus eigenlijk niet. Dat is echt... Ik denk dat er dus een moment komt als ik ergens in mijn 30 zit, dat ik dan wakker word en dan denk... Dat was het. Dit was het. Het was bij Chad Faker bij een of andere stage. En mijn veters zat los en jij zei je veters zit los. Yeah. En we hadden al best wel veel gemeenschappelijke vrienden. Dus het paste in elkaar als een puzzel. Sick. We hit it off. Ja, instantly. Nice. Ja, nou, ja. Ik kon het niet beter verwoorden. Ja, hè? Piero, hè? Ja, sowieso. Ja.